Ik ben Levi Vloed. Ik kom uit Linden. Ik kom uit in de klasse T64. Ik doe als onderdeel de 200 meter sprint. Mijn klassificatie houdt in dat ik een enkele onderbeenamputatie heb. En ik loop dus ook tegen mensen die aan één kant een bleed gebruiken. In de 200 meter zijn we alleen met de T64 atleten. Dus alleen de enkele onderbeen atleten. En niet tegen de dubbele bleeders, omdat die iets te veel voordeel hebben op een 200 meter. Mijn doel is sowieso om een PR daar te lopen en daarmee ook de finale te halen. En vanuit daar zien we verder. Dat het sowieso heel vet gaat worden. Wel anders dan normaal natuurlijk. Maar ik denk nog steeds dat het een enorme indrukwekkend toernooi gaat worden. Dus dat verwacht ik.